waar is hij aan overleden? Aan zijn spierziekte, want hij had een spierziekte. Weten we niet, mevrouw. Weten we niet. Ik zei, nou, dan weet ik één ding. Tussen mijn huilbuien door, want ik was natuurlijk aan het schreeuwen en aan het janken tot en met. Logisch, als je man er een weg is. Maar ik heb wel wat gekocht. En niet bij de Vomer. Nee, ik ben gewoon bij de bloemist geweest. Mooie bloemetjes gekocht. 2 bosjes voor 5 euro. Ja, dus die gaan in het water. Dat zet ik in de vaas zo meteen. Maar ik heb meer gekocht. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag 1 maart. Alleen, mijn horloge heeft het al 2 maart. En ik weet niet hoe ik dat goed moet krijgen. Nee, alleen is het nog zo. Ook Willy heeft er gisteren naar gekeken, want ik had gisteren dus al 1 maart. Maar ja, het is schrikkeljaar, dus ja, ik weet het niet hoor. De tijd weet ik wel, maar de datum krijg ik niet voor elkaar. Willy krijgt het niet voor elkaar. Dus ja, hoe dat moet, ik geloof dat ik hem maar mee naar de juwelier moet. Maar Lucardi, die weet er ook niks van, want ik ben wel eens een keer eerder met het horloge naar Lucardi geweest. Dus ja, dat wordt het hem ook niet. Dus ja, even een andere juwelier ervoor uitzoeken. En dan hoop ik dat die het wel goed kunnen krijgen. Maar ja, het is grijs, grauw, triest weer. En ik heb weer een portie hoofdpijn, daar zeg je u tegen. En een hoop rugpijn. Dat komt allemaal door de energie die in de lucht hangt. Niet vooruit te branden, misselijk zijn. Ik ben wel opgemaakt hoor. Dat wel, ja. Dat gaat. Zo goed voel ik me nou weer wel. Enkel, dat is zo. Het is net alsof je een haarband zo om hebt en dat er iemand van achteren dat aan staat te draaien. Ken je dat gevoel? Nou, wel lekker dus, meneer Heus. En dat is bij mijn rug net zo. Ja, je weet af en toe niet hoe je zitten moet. Maar ja, komt ook allemaal wel weer goed. Ik zit een beetje onder de haren, maar ik heb wel schone kleren aan, dus ja. De hondjes, hè, die beginnen weer, ja. Ze beginnen weer te verharen. En trouwens niet alleen hun hoor. Nee, meneertje kan dat ook. Hé? Ja. Maar in ieder geval, ik ga straks even weer met ze lopen, want het zo te zien is weer droog. En dan kennen we er mooi even uit. Ik zal mijn koffie op drinken. En dan gaan we lekker even snel even een loopje doen voordat er weer een bui komt. Want het is dan weer regen, dan is het droog. Dan is het weer regen, dus ja, we proberen er tussendoor gaan te lopen. Ja, komt helemaal goed. En we houden gewoon vol goede moed. En komt dat wel goed. Ik zit ook weer tegen de zondag aan het denken. Dan is het 3 maart. En ja, dat is de dag dat ik mijn mannetje dus weg kon brengen. Hè? Reken maar uit, een week later. Mijn 25e is hij overleden. En ja, toen is hij in het ziekenhuis gebleven uiteraard. Omdat, nou ja, ik vroeg aan iedereen, aan al die artsen, et cetera, die hem hadden geholpen van, waar is hij aan overleden? Aan zijn spierziekte, want hij had een spierziekte. Weten we niet, mevrouw, weten we niet. Ik zei, nou, dan weet ik één ding. Tussen mijn huilbuien door, want ik was natuurlijk aan het schreeuwen en aan het janken tot en met. Logisch, als je man er een weg is. Ik zeg, en toen wist ik even niet de benaming. En toen zei ik dus grofweg, dan halen jullie maar open. Want ik wil wel weten waar die aan overleden is. En ik niet alleen, maar de hele familie. Moest ik 2 keer toestemming geven. Want ze halen dan de borstkast. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, hier is het breed. En dan zo, in een A-vorm op zijn kop. Ja. En ook dus zijn hoofd wordt dan aan de achterkant opengehaald. En dan gaan ze alles naar van wat is er langs in die persoon, et cetera. Nou ja, en daar kwam dus uit dat alles wat in zijn lichaam, wat in men hun lichaam zit, zo moet ik het eigenlijk zeggen, want
iedereen kan het krijgen. Was opgezwollen. Wat opgezwollen kan raken, was opgezwollen. Zijn hart viel wel mee, qua opzwellingen. Maar hij had wel een hartinfarct waar meer erin zaten. Dus hakke, tekke, 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 boem, nou heb ik er geen mens tegenop. Hij had een inwendige bloeding. Dus ja. En dan nog acute leukemie. Dus hij was gewoon niet meer te redden. Maar voordat hij kwam te overlijden, een paar weken terug of zo, was hij bij de huisarts geweest, want hij had last van een klier hier. Nou is naar mijn weten een klier geen spier. En de huisarts die zei, ja, dat hoort bij spierziekte, dan moet je maar aan wennen. Wat, pardon? Stuur die jongen verder dan je neus lang is. Laat een foto van maken, maar dat werd allemaal niet gedaan. Nee, hij moest naar fysiotherapie en die zaten erin te kneden. Ja, oké. Als ze ergens in kneden, doet het pijn en dan zakt de pijn weer en dan wordt het weer wat rustiger, maar het komt met dezelfde vaart weer terug. Ja, ken je dat? He? Iemand gewoon laten kramperen van de pijn en niet doorsturen. Als ze zo'n door hadden gestuurd, dan hadden ze misschien ook, want dan krijg je ook bloedprikken en alles en dan wordt alles nagekeken en dan hadden ze dat ook gelijk meteen kunnen zien. Ja. Maar ja, dat zijn huisartsen, daarom, ik vertrouw mijn huisarts totaal niet meer. Ik durf er amper naartoe, even kleine dingetjes. Maar dat doet de assistenten, zoals als ik oorontsteking krijg, oren uit laten spuiten, weet je, zulke soort dingen. Nou ja, dat vind ik dan niet zo ramp, weet je. Maar hij nou, echt niet. Nee, mijn bril wil ook niet schoon, die hak schoongepoetst, hè. Er zit een haartje op. Maar dat soort dingen dus. En daar maal ik dagelijks nu mee weer. Aanstaande zondag is 3 maart. En dat was de dag dat ik hem naar Schagen kon brengen. Natuurlijk met nog veel meer mensen. Maar ik zat bij hem in de auto. Samen met ons hondje Frodo. Daar is hij dus gecremeerd. Ik ben meegeweest naar de oven. Nou, wie doet zoiets meegaan naar de oven? Toestemming geven aan die mensen die daar werken beneden om de oven in werking te stellen via een computer die weer in een andere ruimte staat. En dan had je 2 knoppen, rood en groen. En wanneer de groene ging branden, dan moest ik dus eigenlijk zeggen van ja, ik druk maar een beetje. Ik mocht het ook zelf doen. Maar ik heb het hul laten doen. Nou ja, dan gaat die deur heel langzaam tergend open. En dan komt er een soortje warmte op je af. En aan één kant moest ik denken aan zomers als bloed heet was geweest. En s'avonds ga je dan over een asfaltweg heen met de auto. Dan zie je het zo trillen, maar dan zie je ook een oranje gloed van de ondergaande zon. Als je tenminste die kant op rijdt. Dan zie je het gewoon trillen. Vroeger, heel vroeger, was het gewoon echt een vlammenzee daarbinnen. En dan ging het verbranden. Nee, het is nou dat het smeult. Nou, en dan zie je die kist van je geliefde, zie je erin gaan. En dan zie je heel tergend langzaam dat deurtje weer dicht gaan. En ik heb ook een steen met een nummer erop, die mocht ik op zo'n kist leggen, dus dat had ik ook nog gedaan. Het is gewoon bizar als je dat allemaal meemaakt. Maar het helpt wel vanwege je verwerkingsproces. Ja, 4 uur, ik weet het. Vier uur? Ja, bijna. 1 minuut na. Maar dat is gewoon bizar. Ja, en daar ben ik nou dus continu mee bezig. Dat speelt gewoon als een film voor je af. Nou ja, en dan word je wel wakker met knallende hoofdpijn af en toe, hoor. Ja, zoals vandaag. Dus, maar ja, komt wel weer goed. Echt wel. Het heeft zijn tijd weer even nodig. Ik heb er ieder jaar in deze tijd, heb ik daar last van. Nou ja, dan moet je dat maar eventjes weten.
dat jullie daar een beetje rekening mee houden dat ik zo ben. Ja. Maar het komt toch ieder jaar weer terug. Dus ieder jaar post, film, vlog ik ook weer voor mijn mannetje. Ja, komt helemaal wel weer goed. Hé, dametje van het goede leven. Living. En daar ligt Rijka. Scholen achter de armleuning met een koppie. Ja, boefra. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Maar ik ga nou mijn koffie even opdrinken. Dan ga ik met de meisjes lopen. Ze zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook proberen. Althans, nou ja. Poeh. Ja, echt. Bizar. Maar het komt goed. Ik zou je ook zeggen, lieve vrienden. Tot later. En geniet van alles met wat jullie doen. Tot later. Doei, 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 doei. Zo, lieve vrienden. Ik ben weer terug met de meisjes. Het heeft wat langer geduurd dan anders, want ik kwam 2 keer een bekende tegen. Dus ja, dan sta je weer even te kwekken en te kleppen en te doen. Ja. En dan hoor je weer het een en het ander. En je wordt weer wijzer wat privé privé is. Dus dat krijg ik jullie niet te weten. En ik heb onderweg ook wat leuks gezien. Dat zag ik voor het eerst. Ik kijk altijd die kant ook op. En ik had het nog nooit niet eerder gezien. Dus ik neem jullie mee. Maar mijn telefoon, ik laat die thuis. Waar ik nou mee praat. Jee! Mijn spiegels. En die moeten nodig opgeruimd worden. Maar ja, ik had ze op mijn booster willen hebben. Maar niemand die is op de booster wil doen voor mij. Ja, ken je dat? Mijn spiegels die ik ooit voor mijn mannetje heb gehad, die wil ik op de booster hebben, maar er is niemand die het op de booster wil doen. Ja. Daar word ik zo boos en hellig van, hè? Maar ja. Het is niet anders. Ze gaan ook niet weg. Maar in ieder geval, wij gaan wel weg. En jullie gaan, ik laat het jullie sowieso met mijn mobiel zien. Want deze camera laat ik lekker thuis, want dan moet die weer in mijn tas. En ik moet naar de juwelier toe ook, daar ga ik eerst naartoe, om mijn horloge op datum te laten zetten. Kijken of het hun wel lukken wil. En ik moet mijn sleuteltje hebben en mijn hele stiekje voor mijn stok. Dus ja, dat moet ook allemaal hebben. Ja, die gaan in mijn jaszak. Hup, daar al in. En ik ben ook, ja, er is ook een ringstuk, dat zei ik gisteren al met mijn hartjes. Die gaat sowieso ook, nou ja zeg, wat is dit nou, het gaat allemaal verkeerd hier. Jongen, nog aan toe. Nou, dan moet ik ook eens met hem er naartoe. Met dat, al dat spul. En die gaat ook weer om, want ik heb stralende hoofdpijn. Maar die ring moet gemaakt worden, zo simpel. Die moet daar weer omheen kunnen. Daar hoort die, ja, daar hoort die bij. Ik heb hem daar altijd bij om, weet je? Moet die weer bij om, ja. Wat verdikkie. Ik ga hem in mijn portemonnee doen. Daar zit hij veilig. Dan verlies ik hem niet. Maar die gaat, nou wacht even, ik hoef niet naar jullie, met mijn horloge ken ik me ook nog bij Michael terecht, denk ik. Moet met die ring ook bij Michael terecht. Dus ik hoop dat hij er is. Ik hoop dat hij er is, duimen jullie voor me, dat hij er is. Ja, dat is de goudsmid. En dat ben ik ook goedkoper dan bij de juwelier, want de juwelier brengt het weg. Naar hem, of laat het ophalen en dan betaal ik meer. En als ik rechtstreeks naar hem toe ga, ja, dan betaal ik minder. Want het is ook nog een maatje van me. Ja, helemaal goed. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. En probeer een beetje mee te genieten met mij. Toedelidoki. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, maar ik ben niet buiten aan het filmen geweest, want het begon te regenen. En het is roetje koud, het is slecht weer, het is vies weer, het is bagger weer. Dus ja. Dat houden jullie nog van mij te goed, simpel, want het is hier vlakbij, maar waar het is, dat is ook op de vlakte, dus daar is het ook koud.
En ik moet wel zonder handschoenen even filmen, hè? Ja. Het is nou echt vies. Baggerwerk. Ja, maar ik heb wel wat gekocht. En niet bij de FOMAR. Nee, ik ben gewoon bij de bloemist geweest. Mooie blommetjes gekocht. 2 bosjes voor 5 euro. Ja, dus die gaan in het water. Dat zet ik in de vaas zo meteen. Maar ik heb meer gekocht. Ja, ik reed langs Zeeman en toen zag ik staan paarsen. Ik denk, oh, moet ik even kijken. Ja, even bij de paarspulletjes kijken. Dat hebben we dus hierin. Ook heb ik even weer bij de DA geweest. Omdat ik zo knallende hoofdpijn heb, heb je doosjes. Zo. Maar ja, ik heb... Ik weet niet of jullie dat zo goed zien. Maar hij is leuk. Laat hem morgen nog een keer zien, want ik moet de vaat nodig doen. En dan zeg ik hem tegen die bruine achterwand van de keuken neer. En dan zien jullie het wel heel goed. Maar hij is zo lief. Maar ik heb nog iets lief, dat vind ik ook zo lief. Ja, ga even weg met die neus. Ga even weg met die neus. Is hij niet voor jou, is een vrouwtje hoor. Leuk hè? Dat is één kant en dat is de andere kant. Ik vind hem zo leuk. Zo lief en dit is gewoon zacht hè. Er zit wel een stokje in. Die deze oor in gaat. En de rest is gewoon slap. 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 Nou, ik vind hem geweldig. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik vind hem gewoon leuk. Ja. En toen was de tas alweer leeg ook. Ja. Nou, ruimen we weer op. Hé? Meitie. Meitie, meitie, meitie van me. Ja. Nee, maar jij zou dat wel, dat wil jij zeker wel hebben om mee te spelen, maar zo is het niet. Ja, boem. Zo, op een kop. Lief hè, lief zijn. Lief zijn. Ja. Ook lief zijn. Dus ja, en mijn horloge die doet het ook weer. Tenminste, hij deed het wel, maar hij stond niet op datum. Het is nou weer vrijdag. De eerste. Dus, waar ben ik geweest? Niet bij Lucardi. Wel bij... Ik heb mijn ring weggebracht. Ik moet zometeen even nog een appje sturen. Want hij, zijn telefoon was gekregen. Dus hij is een heleboel nummers kwijtgeraakt. Ja, kan gebeuren. Ik moet hem zometeen even appen. En dan... dan kan hij mij weer bereiken om te zeggen wanneer mijn ring klaar is. En ik ben niet bij Lucardi geweest voor mijn horloge, maar bij een andere juwelier. En die had het zomaar voor elkaar. Nou ja, dankjewel. Ja, het kost je niks. Dat ben ik ook niet blij mee. Ja, daar ben ik helemaal niet blij mee. Helemaal weer geweldig. Dan ben je tenminste weer bij de tijd en bij de datum. Ja. Oh man, en mijn hoofd, oh, die staat echt op springen. Ik ben blij dat ik ook weer thuis ben. Af en toe zag ik het gewoon draaien om me heen. Dat is niet goed. Dat komt gewoon door die hoofdpijn. Maar ja, gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben. En ik vind, ja, en helemaal niet duur, hè, dit. Wat denken jullie nou? Ja. Ik kan het wel gaan zeggen, dat is ook van hout, dat bloemetje. Met dat koordje is van leer, althans, het voelt naar leer. En dat bloemetje is van hout. Nou, en dan een blokje hout, daar zit die ook op. Nou, kijk maar eens. Goed hè? En nou moet ik dat kaartje hebben. 3,99. Nou ja, wie doet je wat? Ik vind hem zo leuk. Ik
Kijk, het is blijvend, hè. Het gaat niet kapot. Ja, of je moet laten luisteren. Hè, dan is het weer wat anders. Maar ik vind hem zo lief. Zo lief. Ja, helemaal geweldig. Dus, ik had ook, ik wil het op de, hier de tafel ook weer netjes hebben. Er ligt nou nog van alles op, nog wat. En dat gaat er allemaal af, want ik moet nog wat naar de schuur brengen. Maar het regent, het is bagger weer nu. En ik moet er gewoon aan denken om dat gewoon mee te nemen als ik naar de moeder toe ga. Maar ik vergeet het steeds. Maar ja, kan gebeuren. Ik ben er ook niet bij met mijn hoofd. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie doen. En we zien dan wel waar het schip stranden gaat. Ik ga even naar Ilona luisteren. Daar ben ik ook al op achter mee. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. Dus ja. Aan het werk dus. Ja. Dus ook dat komt allemaal goed. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd. Ja, hè? Het is de hoogste tijd, hè? Ja. En dat vindt zij ook, hè, Rijka? De hoogste tijd om te gaan slapen. Ja, want hoe laat leven we al? Het is 1:26 in de nacht. Ja. Dus ja. Dat we gaan zo lekker een bedje toe. Dat lieve vrienden. Ja, ik heb de hele avond niet gefilmd, want ik hou ook niet bij met mijn hoofd. Ik kan er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeggen wij, en blijven we ook weer zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.